Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij aflevering 4 van mijn Road to Glory. 4 alweer, het gaat lekker. We zijn goed tempo aan het uploaden. Het jog heeft er ook zin in. Moet echt eerlijk zeggen, afgelopen jaren, ik begon met een ziek goed team. Pomp tegelijk al mijn coins erin. En dan waardeer je het ook niet als je een kleine upgrade hebt gehad. En nu met deze Road to Glory, ja, je hebt gewoon echt weer een doel om het te spelen. Dus, maar goed, ik snap ook enerzijds dat het een heel dik team is. Maar ja, anderzijds, ik snap dat het een heel lekker team ook vanaf het begin ook heel erg leuk is. Daarom dat ik ook 2 accounts heb, beide hebben wat. Goed, doe even vast een duimpje omhoog. Abonneer even op mijn YouTube-kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Heel erg belangrijk. En wil jij dus wel, net als ik op mijn tweede account, FIFA-punten kopen? Ga dan naar Start Select. Speel jij net zoals ik ook EA Sports FC en wil jij korting op de officiële punten of andere giftcards? Ga dan nu snel naar de link in mijn omschrijving en koop jouw codes bij Start Select. En maak het nu nog mooier door mijn naam, Pasky, te gebruiken voor extra korting op jouw aankoop. Goed, dames en heren, we gaan even naar mijn Rivals Reward. Ik heb die Rivals Reward al geopend vanochtend. Want ik kon ze toen nog niet opnemen, maar ik moest ze eerst even snel openen voordat ik verder kon. Dus laten we even die beelden erbij pakken. En dan doe ik gewoon een voice over hetgene wat er is gebeurd. Ik doe het letterlijk nu live en dan gaan we het meemaken. Ja, we zien het hier dus in beeld. Divisie 6, de bonus upgrade. We hebben dus inderdaad aan die 45 punten zijn we gekomen. Division Rivals, 17.500 munten. Nou, heerlijk voor de Road to Glory. Mega pakket, 75 plus keer 20. 5 zeldzame grote spelers en een keuze uit de spelers. Een leenspeler. Volgens mij gaan we die natuurlijk dan nu ook direct als eerste openen. Hier komt het pakketje. Joch heeft expres wat spanning opgebouwd. Maar de keuze die we kunnen maken is tussen ja, deze 5 spelers. En normaal zou je denken, hey, een leenspeler, wat boeit mij? Kijk, dan zou je misschien direct voor Ødegaard gaan. Maar ik heb al best wel veel goede middenvelders. Kijk, Gundogan hoef ik niet, Sommer hoef ik niet, Ederson, keepers zijn leuk, maar je weet zelf hoe dat gaat. Ødegaard, leuk, maar ik ga toch voor deze vrouw een lekkere spits erbij. Dan gaan we naar het allereerste pakketje en dat is deze, die 75 plus. En deze is volgens mij tradable. Het is een CM, een Nederlandse Serie A. En ik dacht zelf, wie zal het zijn? Is het de Roon? En toen zagen we Juve en dan wist je dat het Teuny Koopmeiners is. Die ja, gaat toch voor een behoorlijk bedrag weg. Tussen zijn startbedrag om te kopen is 2700. Maar daar gaat niemand hem voor kopen. Ik had hem ook uiteindelijk gelist. En niemand wilde hem kopen voor dat bedrag. Andere spelers, ja, weet je, is ook discard. Die kunnen we gewoon listen uiteindelijk op de transferlijst. Dan gaan we door naar het volgende pakketje. 20 zeldzame van ook een 75 plus. En het is volgens mij een walkout. Het is een spits. Het is een Franse vrouw. Ja, dat kunnen we zien. Het is geen Mbappé, normaal Frans, spits, Paris, dan weet je het wel. Maar het is, kijk eens aan, 88 rated Katoto. Katoto, volgens mij heb ik vorig jaar nog eens met haar gespeeld. Een speciale versie, die was volgens mij wel goed. Maar heel eerlijk, voor mijn team op dit moment, 88 rated is echt een zieke aanwinst. Dat, ja, dat kunnen we gewoon wel zeggen. En ik moet zeggen, ik heb bijvoorbeeld Katja heel veel gebruikt. Die is 79 rated. Ik heb andere spelers gebruikt. En kijk eens ook wie we nog meer packen. Wan-Bissaka, maar vooral Joe Gomez. Die is extinct volgens mij. Dus die is fucking chill om te hebben. Joe Gomez. En dan, ja, Wan-Bissaka voor daarnaast. Prima. Oké, okay, volgende is geen walkout. Is wel een rechtsmidden uit Brazilië. En dan weten we wie het is. Al-Nassr, teamgenoot van Ronaldo. Het is niemand minder dan Anderson Talisca. Ja, 82 heet het. Volgens mij zijn deze kaartjes wel allemaal te verkopen. Dus uiteindelijk sturen we al deze kaartjes naar de transferlijst. Kijk, daar gaan ze allemaal één voor één. De Turkse coach, die mag ook mee. En uiteindelijk ja, twijfelen we nog tussen deze spullen. Ja, ik weet niet goed of ik altijd die motor en beschermen en speel, of dat moet verkopen. Een Manchester United logo liste ik maar, omdat ik dacht, het blijft Manchester United. Hoe kut ze ook spelen op dit moment. Hoe slecht ze ook zijn. 1-1 tegen Twente. Schandalig natuurlijk. Nee, maar even serieus. Dat soort logos gaan nog soms, denk ik dan, voor veel coins weg. Dus uiteindelijk waren dit mijn rewards. Dat waren dus mijn rewards. Dan starten we even Ultimate Team op dit moment. En dan hebben we 32.000 coins. 32.000 coins met dit team wat ik al heb kunnen maken. Volgens mij is die... Oh, Joker Mask extinct.
Oh, pas. Ik dacht echt dat hij niet te verkrijgen was. Hij is 3200 munten. Oké. Okay. Nou, vergeet even wat ik heb gezegd. Ik was heel erg blij met Joe Gomez. Uiteindelijk maakt het dus niet zo heel veel uit. Maar ik heb Gakpo. Ik heb Katoto. Ik heb... wie heb ik allemaal nu? Di Maria, Kostic. Ja, dit is dus het team op dit moment. Ik heb deze spelers nog als wissel. Gerard Moreno, Koke. Ja, die kunnen allemaal op het bankje. Dus... Ja, ik dacht ook dat dit weekend al Fut Champs was, maar dat is het dus ook niet. Het is pas vanaf volgende week. Kijk maar, je kan het hier zien. Hier staat het. Het duurt nog 7 dagen en 16 uur. Dus dat betekent dat je rond vrijdagochtend volgende week het kan spelen. Maar goed, laten we even een potje Royals nog doen. Ik ben namelijk heel erg benieuwd naar Katoto. Of ze echt inderdaad een goede aanwinst is. 88 rated voor op de Road to Glory is meer dan prima. En dan gaan we morgen overmorgen even het team bouwen met de coins die we hebben. Ja, volgens mij is de hele markt alweer gecrashed. Vandaar dat al die spelers weer te koop zijn. Dat kan niet anders. Anders kan ik het niet verklaren. Sowieso is voor mijn gevoel iedereen heel goedkoop als ik zo'n beetje naar de lijst kijk. Maar goed, we gaan spelen. Hier is onze eerste tegenstander. Even kijken wie het is. Hij heeft Oblak. Of zij misschien Gomez. Kijk, ook Gomez, Tchouameni, Puteas en Chiesa. Oh, Jamal heeft hij ook. Maar goed, dat valt mee. Kijk, daar is ze. Katoto, wat een naam. Wat een speelster, nu al. Daar is ze. Kijk dan. Goh. Jammer. Oh, goede keeper movement. Kijk. Dat doen we goed. Die keeper movement. We moeten heel even kijken hoeveel Katoto aan skill moves en zo heeft. Want... Zo, wat is dit dan? Joe Gomez met de omhaal van zijn leven. Ik heb niet eens de tijd om even snel iets op te zoeken of ik krijg een omhaal tegen. Maar ze heeft in ieder geval 4-4, dus dat betekent dat ze dit kan. Hoppa, en dan ook nog eens deze. Hoppa, hop. Wat een speels. Maar waarom doet ze deze dan niet? Ja, die zocht ik. Hoppa, ja. Hoppa, daar gaat ze hoor. Kijk dan, die souplesse. Ah, buitenspel. Ik kon hem niet geven. No, dit is ziek. What the fuck, jongen. Ik doe niet eens wat. Gele kaart. Nou, dit moet je toch nog een keer kunnen zien. Wat gebeurt hier dan? En dan gaan we hem wel gelukkig redden. Kijk eens, we stoppen een penalty. Maar wat een raar moment. Ik heb sowieso al heel veel gekke penalties tegen gehad waar ik echt niks aan kon doen. Gaat-ie. Zo, Gakki. Gakki. Legt hij me af op Katoto en Katoto groen getimed. Nee. Nou, het onmogelijke hoek, maar ik dacht, probeer het gewoon. Goed, Kostic. Kom op. Katoto, leg hem af. Jezus. Het zit niet mee. Ze heeft nog tot nu toe pech, maar nu dan. Goede actie. Di Maria gaat iets zelf doen. Nee, weer goed verdedigd. Tegenstander is niet slecht. Kijk, doet ook zijn keepertje even naar voren. Nou, dan moet ze wel weer kort. Kom maar. Katoto, waar is ze? Och. Zit tot nu toe niet mee. Nu dan. Dit is geen buitenspel, toch? Daar gaat ze. Lekker schot hoor, maar... Oh, wat een fout. Wat gebeurt er? Maar Gakki, wat doe je? Gakki helemaal spoorbijster. Nee, nee. Je ziet soms aan een actie dat je niks meer ertegen kan doen. En dat hij erin gaat. Goed, Gakpo nu dan... Nee, ja. Waarom paast hij dan zo laat? De instand is wel scherp of zo. Ik weet niet wat het is, maar hij zit er echt strak op. Nu dan, dit is geen buitenspel. 100% niet. En dan gaat Gakpo hiervan profiteren toch? Jezus, nu dan alsnog. Oh man. Het zit ook niet mee met Gakki, hè? Gakki, jongens. Dat is de rust. Oh. Job moet even wakker worden. Kom op. Goed, dit is hem. Op Kakato. Katoto. Geen idee hoe ze heet, maar ze maakt wel de 1-0. Laten we haar gewoon Marie noemen. Of Katoto, dat is wel mooi. Katoto. Marie, dat is. Ja, dat is ook zo saai. Katoto. Je moet ook even die sprintboost iets beter leren kennen. Dat is, volgens mij, hou je dan L1 ingedrukt en dan R2 laat je los. Dat werkt dus met elke speler. Dus je loopt dan zo en dan op deze manier. Maar ja, ik heb het idee dat ik hem nog niet echt goed doe. Goed, Gakpo. Schitterende actie, nu al. Maar dan moet hij het ook afmaken. Geplaatst schot, dat is zijn specialiteit. Maar ja, dit was hem niet. Nu dan, alsnog, Gakpo. Schitterende actie. Kijk dan, hij weet het niet meer. Ach, het is eigenlijk dan ga je te ver door. We hadden al kunnen schieten. Nu dan, goede actie zeg. Ho, ja, dat is hem. Katoto, met dezelfde goal ongeveer. Nu leg ik hem natuurlijk gewoon laag af, maar
Schitterende loopactie. Keeper doet nog een keeper movement, maar ja, daar weten we wel raad mee. Katoto met haar debuut. Gewoon gelijk even 2 goals. Ja, goeie paas zeg. Kostic, doe het maar gewoon. Ja, en alsnog. Oh, nee. Ja, ik dacht al. Ik moet er gewoon een keer janken. Rebounds gebeuren echt veel in dit spel. Oeh, ja. Dat is niks. Onze keeper, jongens. Die weet wel raad mee. Dit gezien niet veel. Je kan normaal gesproken volgens mij gewoon zo ver uitwerpen als je wil. Maar zullen ze dat dan aangepast hebben? Oh, goede actie hoor. Maar even kijken of hij dat nu weer doet. Als ik gewoon X op zijn allerhardste. Nou, nu is hij gewoon goed. Het zou op zich wel vet zijn dat je hem niet volledig ingedrukt kan houden. Maar dat je hem wel gecontroleerd moet weggooien. Goed gestapt. Hey, scheid. 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 Oh. Ik dacht echt dat we goed stapten. Ik ben blij dat hij mist. Spannend, 82e minuut. Wie gaat hem naar binnen trekken? Is het het Joch met Katoto voor de hattrick? Of is het toch een gelijkspel of een nederlaag? Ik denk niet dat we gaan verliezen. Ik heb het gevoel de laatste minuut dat we nog gaan winnen. Kijk maar. Katoto, die heeft ze. Goed. Goeie actie. Zij gaat hem maken. Iedereen voelt het. Kijk, tegenstander gaat hoge druk. Die wordt zenuwachtig. Gakpo met een schitterend 1-2 op Katoto. Katoto, hoe heet ze? Het maakt allemaal niet uit. Ah, corner voor ons tegenstander. Gaat hij het dan nog doen? Weer een omhaal, natuurlijk. Hij dacht even hetzelfde te doen, maar... Wij hebben... Wie is dit? We moeten iets doen. Dan gaat hij. Kost iets. Doe jij het maar. Nee. Wat een slordige actie. Dan druk ik ook nog eens op rondje. Nee. Deze pot gaat gelijk eindigen. Schiet niemand iets meer op. Ongelooflijk, maar waar. We gaan gewoon gelijk spelen. Ja, Katota, Marie, met toch wel 2 belangrijke goals. Ik kwam 2-0 achter en ik had niet meer verwacht eigenlijk tegen deze tegenstand dat we nog zo terugkomen. Kijk, we stijgen wel weer. We hebben bijna straks ook die 1000 punten, dus we kunnen eindelijk volgende week voor champs spelen. Ja, dit is dus het team op dit moment. Iedereen is een tradable behalve deze Gaia en Gakpo. Voor de rest kunnen we iedereen verpatsen. En dan hebben we dus 33.000 coins op de balans. Zeg maar even hier nu in de reacties welke speler het Joch moet gaan kopen. Ik ga natuurlijk zelf straks ook een beetje kijken op Fundament. Maar kom even met tips. Wie is goed? Coman heb ik gehoord. Is echt een beest. Maar laat even zeker weten wie we nog meer willen halen. Ik wil natuurlijk eigenlijk die 33.000 coins verspreid over het team uitbrengen. Zodat we gewoon overal een redelijke upgrade hebben. Niet één goede topper kopen daarvan. Zover je het een topper mag noemen. Maar nee, ik wil echt dat het rustig verspreid wordt het team. Dus laat het even weten in de reacties. Van de week zijn we weer met een nieuwe video. Dan gaan we natuurlijk even de FUT Champs kwalificatie spelen. Plus het nieuwe team komt eraan. Dit was Road to Glory aflevering 4.